Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goed je te zien. Ja, zeker. Eens gelijks. Welkom bij het Pieter Baan Centrum. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. En we gaan het vandaag hebben over de opleiding tot specialist. Ja. De klinisch psycholoog in dit geval. Bij het Pieter Baan Centrum. Maar misschien eerst maar eens iets van jou horen over wat jullie zo al doen. En wat de psycholoog hier allemaal aan werkzaamheden doet. Het Pieter Baan Centrum is een huis van bewaring, ja, maar met een bijzondere opdracht. We doen hier klinisch onderzoek naar de persoon van de verdachte. Dus de rechter geeft ons de vraag om onderzoek te doen of er bij iemand een stoornis is. Ja. En of die verband hield met het delict. De psycholoog is een van de twee gedragsdeskundigen die het onderzoek doet. Mm-hmm. Spreken met de verdachte, proberen goed in kaart te brengen van wat was er aan de hand ten tijde van ter laste gelegde. Ja. We doen ook testpsychologisch onderzoek. Als het nodig is, is er overleg met de neuroloog of de klinisch neuropsycholoog. Ja. Dus eigenlijk de meest uitgebreide vorm van forensische diagnostiek wordt hier gedaan. Oké, leuk. Ja, het is echt een hele gave plek om te werken. Ja? Ik denk als je houdt van diagnostiek, dan moet je in het Pieter Baan Centrum zijn. Ah, de plek om te puzzelen en het uit te zoeken hoe het allemaal zit. Ja. DPGS staat natuurlijk ook op tot de klinisch psycholoog en ook dan de klinisch neuropsycholoog. Maar dan heb je die vier pijlers, hè? Diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek, management en beleid en innovatie. Hoe lukt dat jullie als Pieter Baan Centrum? Heb je al die pijlers of? Nee, we hebben ze niet alle vier. En dat is misschien ook wel meteen goed om uit te leggen. Ja. Als je een kleinere instelling bent, maak je geen zorgen als je niet alle vier de pijlers kunt bedienen. Dan zijn er ketenpartners met wie je kunt samenwerken. Bij ons wordt niet behandeld. Dus wij hebben een samenwerking gezocht met een andere instelling. En onze opleidelingen volgen daar het onderdeel behandeling. Ik vroeg me af, Marit, jullie zijn een grote instelling. Jullie hebben alle vier de pijlers in huis. Ja. Betekent het dat jullie de opleiding helemaal zelf aanbieden? Of werken jullie eigenlijk ook samen? Ja, wij werken zeker ook samen. En dat is met de, we kunnen inderdaad alle vier de pijlers voor de specialistenopleiding kunnen we bieden. Eigenlijk voor alle opleidingen binnen de psychologie. Maar er zijn gewoon instellingen, eigenlijk zoals die van jou, hè, die natuurlijk een super specialistische instelling zijn. Ja. Wat zich heel goed leent om ook ervaring natuurlijk op te doen voor iemand die in opleiding is tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Dus wij kiezen ervoor om in de opleidingstrajecten van onze opleidelingen ook een deel een praktijkstage elders te doen. Zodat je dat specialistische karakter echt tot uitdrukking laat komen. Ik denk dat het ook past bij wat een specialist is. Dat je breed inzetbaar bent, maar dat je ook echt verdieping kunt vinden in een heel specifiek onderdeel van de zorg. Ja. De vergrijzing, dat geeft natuurlijk enorme uitdagingen voor de komende decennia. Ja. Maar ook onze beroepsgroep vergrijst. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat we echt enorm veel uitdagingen hebben voor de toekomst. Ja. Maar ik denk ook echt dat we het anders moeten gaan doen. En ik denk wel dat het aan de komende specialisten is om te gaan helpen, om die zorg ook echt anders te gaan neerzetten. Waar denk je aan? Dat weet ik dus niet. Maar ik denk wel dat het aan ons is, aan jou en mij, om ervoor te zorgen dat die specialist van de toekomst de vaardigheden heeft en de mogelijkheden krijgt en weet hoe die dat moet doen, hoe die moet vernieuwen. En precies, ik denk dat innovatie. We moeten op een nieuwe manier gaan kijken naar hoe we de zorg inrichten. Binnen GGZ Centraal werken we heel erg samen met onze innovatienetwerk en proberen dat heel erg in te voegen. Want ze krijgt in de opleiding, maar we voegen dat nu ook in de praktijkstage. En dat is ontzettend leuk en leerzaam. Mensen worden er heel enthousiast van, maar dan kunnen ze in het klein, in het groot, in het groter, kunnen ze vernieuwingen aanbrengen en ervaren hoe dat is. Zodat ze straks, als ze zelfstandig gaan, als klinisch psycholoog aan het werk gaan, dat ze het gewoon kunnen. En dat ze het met het team waarmee ze dan samenwerken, kunnen gaan vormgeven. Ja. Ja? Ik denk als iemand kan meehelpen in de innovatie van de zorg, dan is het de klinisch psycholoog. Dat denk ik wel, ja. En natuurlijk de klinisch neuropsycholoog. Niet te vergeten.